Oké, hier is de vraag: hoe blijf je te midden van problemen en onderlinge meningsverschillen vervuld met de Heilige Geest? Juist als er problemen ontstaan, is er een gevaar dat je niet meer elkaar dient, maar elkaar afschrijft. Ja, en nou, mijn antwoord dan heb ik geschreven, Efeze 5 vers 18 en 19, wordt niet met dronken van wijn, want daar is losbandigheid, maar wordt met de geest vervuld. En dank God onder alles. Ik heb geleerd, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik dank God, dat is het eerste wat ik doe. Ik zeg: Heer, ik voel me niet dankbaar, ik begrijp het niet, maar ik dank u. Want u laat alle dingen ten goede meewerken voor die u lief hebben. Ja? Dus dit is voor mij een bescherming. Maakt niet uit of dat tegenstand of wat teleurstellingen in de gemeente zijn. Ik zeg: Heer, ik begrijp het niet. Ik voel me niet dankbaar, maar ik dank u. En onmiddellijk sluit ik de deur voor de negativiteit van de boze. En ik leer om ermee om te gaan. Ja? Oké. Dan is hier de vraag: hoe is mijn visie, Eddie's visie op het aanstellen van oudsten en leiders? Op welke manier dient het te gebeuren? Oudsten aanstellen, hoe, wanneer en wie? Nou, hebben we gehoord, hebben we besproken. Ik wil de enige opmerking wat ik nog daarbij wil zeggen, is: het is een van de belangrijkste en bepalendste dingen die in een gemeente gaan gebeuren. En daarom moet je er niet te snel mee zijn. Want het is veel makkelijker om iemand aan te stellen dan om een oudste af te serveren. Ja, dit veroorzaakt. En ik wil daarbij zeggen, ik heb dat uitgelegd. Ik denk juist daarin is de bescherming en dat overleg samen van buitenaf van onschatbare waarde. Ja? Oké. Okay. Ja? Ja, zeker. Mag ik nog een glas water trouwens? Ja? Als je als startende huisgemeente begint met je gezin en er komen een aantal mensen bij. En je komt dan op een gegeven moment in een fase dat je echt zegt van: nou, het zou nou goed zijn om oudste aan te stellen. Je gaat niet jezelf als oudste aanstellen. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk dat is juist, als je hulp van buiten hebt, kijk, je ziet in de Bijbel, kijk hoe dat in de Bijbel gebeurde, maar bijvoorbeeld in Antiochië, dat er heel veel gebeurde en ineens de apostelen hoorden het en ze stuurden Barnabas erheen. Ja, weet je, en die kwam helpen. Kijk eens. Maar wat wij zeggen, maar toen wij bij Friese Veen kwamen, bij die groep, een van onze eerste vragen aan hun was ook, we hebben gewoon iedereen gevraagd, zeg me eens, wie onder jullie strekt uit naar oudsteschap? Wie van jullie zou dat graag willen? En dan hoop je maar dat iedereen erbij zit die jij wil, die je ook denkt die het zou kunnen. En niet alleen mensen die zeggen van: nou, je streeft wel aan, maar je hebt geen idee hoe moeilijk dat is, weet je? Dus, maar dat samen gaan zoeken. Dat is juist dat hulp van buitenaf wat ik denk wat heel behulpzaam kan zijn. Goed. Dan, wat begrijpt Eddie onder geestelijk gezag en hoe functioneert het in de praktijk? Ik denk, dit hebben we ook heel uitvoerig besproken. Maar dit is vooral, zegt die persoon hier, een lastig punt als het vooral veel jonge oudsten van rond de 30 jaar zijn. Nou heb ik hier wel, kreeg ik wel een wenkbrauw. Want hoe oud was Jezus? 30. Dus ik vind 30 niet meer zo jong. Ik denk dat is in onze gedachten oudste. Oudste betekent niet naar de mens oud. Betekent geestelijk volwassen. Geestelijk verder dan de anderen. In de eerste zendingreis ging Paulus en Barnabas bij die gemeentes Derbe, Lystra, Perge, gingen ze allebei langs. En op de terugweg na 6 maanden, na een jaar, na 2, stelden ze al oudsten aan. Nou goed, het was in het begin, misschien geen. Maar ze zagen dus gelijk mensen die al verder waren. Kijk, als leider heb je 1 minimum vereiste. Je moet 1 stap verder vooruit zijn dan de anderen. Dus je hoeft niet al daar ver te zijn. Ik dacht in het begin, je moet zo hard vooruit. Kom, we gaan leiden, we gaan doen. De eerste jaar, ik keek terug en er was niemand meer achter me. Ik was al zo gegaan, weet je wel. Maar een leider is iemand die weet waar hij naartoe gaat en die in staat is om anderen mee te nemen. Als jij denkt, ja, maar ik weet waar ik naartoe ga, maar niemand volgt jou,
Dan ben je niet bezig te lijden. Je doet gewoon een wandeling. Dat is een realiteit. Je mensen moeten bereid zijn om jou te volgen. Dus het is geen oudste zijn. Of, het is niet een ding van ja, dit zal goed wezen voor die persoon. Is goed. Is het goed voor de schapen? Is het goed voor de gemeente? Daar gaat het om. Ja? Dus, maar als leider, als zelf, mijn enigste vereiste is, ik moet een halve tree voor mijn team zijn, zeg maar, en ik moet een tree voor de gemeente zijn. Verder hoef ik niet te zijn. Maar dat blijft zo. En soms dan blazen ze mijn nek. Dan denk ik, woef, ik moet de Heer gaan zoeken. Ik moet mezelf weer toerusten. Want ik wil vooruit blijven. Oké, maar dus 30 jaar vind ik niet oud. Ach, niet jong. Vind ik niet te zeggen, dat is veel te jong. Het ligt aan de situatie. Ik denk bij 20 jaar kan je misschien zeggen, nou, dan moet je wel erg zeker weten of je moet een gemeente vol van tieners hebben. Dan zeg je van, oh, die is al stok oud, man. Die zal uit de tieners gaan. snap je een beetje dat flexibele wijnzak? Die ook weer aanpast bij wat is de inhoud van het leven dat God heeft gegeven? En ik denk als je een combinatie hebt in een team, is er ook veel meer mogelijk. Want de ene is een herder, de andere is een leraar, de andere is meer leider, structureel, bestuurlijk. De andere is echt, wil Gods woord profetisch spreken en daarmee ben je. Maar dan heb je balans binnen het team. Dat is het mooie van team. Wat zegt ze? Team, together, everybody achieves more. En samen bereik je meer als team. Oké. Hoe kijken jullie aan tegen lidmaatschap? Wat zijn de voorwaarden om lid te accepteren in de gemeente? Ik heb al gezegd, wij hebben geen lidmaatschap in die zin. Wij vragen mensen of ze partners wil worden. Wij hebben geen lidmaatschaplijst. Maar voor ons betekent het belangrijk dat mensen zeggen dat ze wil meedoen. Waarom? Want wij als oudsten moeten weten voor wie zijn wij verantwoordelijk. En ik heb geen recht om een mensenlevens in te spreken, tenzij dat ze mij die recht gegeven hebben. Dus daarom is dat belangrijk dat ik daar duidelijkheid en wij daar duidelijkheid over krijgen. Van hun kant, dat is van ons kant. Van hun kant zeggen wij aan mensen, wij doen die studies van de startblok of start, zeggen we, wat betekent het als je hier meedoet? Hebben we eigenlijk 3 blokken. Soms doen we het in 3 avonden, soms doen we een halve dag of zo spanderen we samen. Maar 3 blokken. Eerst is wie zijn wij? Wat is ons aard van onze gemeente? Waar komen we vandaan? Hoe is het ontstaan? Het tweede blok is wie zijn jullie? Dan wil wij horen. Ik wil ook dat alle oudsten erbij aanwezig zijn. Want daar leer je hoe groter de gemeente wordt. Wanneer ga je kans krijgen om te weten wie er allemaal binnenkomt? En ik ga daar al gelijk kijken. Zijn daar mannen en vrouwen die toekomstige leiders kunnen zijn? Hè, om te horen, om te kijken. Dus, maar hoe ben je tot bekering gekomen? Hoe heb je de weg naar onze gemeente gevonden? Wat is er gebeurd? Hoe heeft God tot jou gesproken? En zo leer je dan. Dus wie zijn wij? Wie zijn jullie? En de derde blok is, wat kunnen we samen doen? Ja? En dan gaan we ook een beetje kijken, als het nou een groep is wat je merkt, die komt allemaal uit reformatorische achtergrond of zo, dan beseffen we moeten over de doop hebben. Dan gaan we even duidelijk over de doop, hoe wij de doop handhaven. Ja? Of bij een ander geval, dan moet je misschien iemand die helemaal uit de wereld, dan ga je iets, kan we ook kijken, dit is belangrijk om hierover even te spreken. Maar wij bemoedigen gelijk aan om ons bijbelschool te gaan meemaken. En zij moeten voelen dat God hun ook toevoegt. Dat God zegt, ik heb een plaats voor jou hier. En ik bemoedig hen. Ik zeg, als je dat niet hebt, alsjeblieft word niet leed. Alsjeblieft, sluit niet aan. Geef God de kans. Want misschien is er ergens anders een gemeente waar jij volledig tot je bloei gaat komen. Soms zitten we, je bent in het begin gemeente en je bent nog klein in je hoop, maar oh, als die maar komen, dan is nog weer een gezin en nog weer een gezin. En, geweldig, en je weet niet wat voor problemen je in huis haalt, man. Laat God toevoegen. Dat is de beginsel. Maar, en als zij, dus als zij, ik wil het organisch mee omgaan, dus ik zeg ook aan mensen, je moet het alleen doen als je iets voelt. En de meeste mensen zeggen iets van in de trant van, ik weet niet wat het is, maar ik voel me zo thuis. Ik voel of ik hier aangekomen ben. Dat is een beetje wat ze communiceren.
Nee? Niet als ik moet zeggen, ja, ik kwam hier en dat ene preek, ik werd er gehoord en die preekte daarover. En ik denk, dat zo denk ik ook precies, weet je wel. En ik denk, daarom moet ik hier zijn. Ik denk, jij moet nog een paar preken horen. Ja, dus laten we eerlijk zijn. Het maakt het makkelijker. Jij vermijdt toekomstige problemen. God voegde toe. Nou is daar een vraag bijvoorbeeld. Moet iemand gedoopt zijn om lid te worden bij jou in de gemeente? Dat is bijvoorbeeld een vraag. Ik denk zo'n vraag moet beantwoord worden door de oudste team. Plaatselijk. Waar kunnen de oudste team mee omgaan? Als de oudste team zeggen, nee, maar wij willen duidelijkheid hebben. Wij voelen, je bekeert je en je laat je dopen. That's it. En anders blijf je gewoon gas, bijvoorbeeld. Of zo. Nou, dan moeten zij weten. Wij hanteren de beleid dat als iemand wederom geboren is, is hij een kind van God, is hij mijn broeder en zuster, is hij welkom. Klaar. Zo is het. Maar als hij iets wil doen in de gemeente, een geestelijke taak, is de eerste stap om zich te laten dopen. Zo gaan wij ermee om. Ja, dus weer is dat acceptans. En ik zeg hem, ik ga niet meer van je houden als je je laat dopen. Absoluut niet. Maar het is noodzakelijk voor de geestelijke wereld dat jij dat zegt. Ik geloof, ik ben met Christus gestorven. En omdat ik gestorven ben, geloof ik, je wordt begraven. En niet met een beetje zand. Helemaal eronder. En dan sta je op met Christus in een nieuwe leven. Ja? Oké. Okay. Hoe maak je nou concreet? Dat is mijn... Nou, dan zeggen we aan die mensen. Ja, dan zeggen we. Nou, wij zeggen mensen, kijk maar eerst. En wij hebben een lijst achterhangen. Af en toe mag we zeggen, als je het wil, schrijf even op die lijst in. En als je ongeveer misschien 10 mensen of zo op die lijst hebt. We hebben nou toevallig, ik denk, er staan wel 15 of 20 op. Maar dan weten we, wij moeten weer zo'n ochtend of een avond regelen. Dan regelen we dat. Ons volgende is nou weer net direct na de vakantie in augustus. En ja, dan gaan we dat uitleggen aan de mensen, dat ze duidelijk begrijpen wat voor type gemeente zijn we. En als zij dan voelen dat God zegt, dit is de plaats, en wij merken dat ze zijn wel wederom geboren. Kijk, als mensen niet wederom geboren zijn, dan, want wat ik soms werk, mensen komen, ja, ik wil mij laten dopen, want ze zoeken naar dat zekerheid. Maar ze hebben het nog niet. Dan zeg ik, je moet liever wachten, weet je. Maar je kan natuurlijk niet een partner worden als je nog niet wederom geboren bent. Dus dat willen wij wel zien bij mensen. Maar als ze dat zelf, je merkt dat, ze zijn kinderen Gods, ze voelen dat God hen toevoegt, dan moet ze het aan ons kenbaar maken, dat wij het als oudste team weten. En dan zeggen we, nou goed, dan gaan we je even voorstellen aan de gemeente. Dus dan geeft ze een kort getuigenis. Ik ben zo en zo, ik ben hier gekomen. En wij bemoedigen ook om een huiskring te gaan zoeken. Want wij zeggen, als je niet een huiskring je plaatsvindt, maakt het heel moeilijk voor ons om jou te verzorgen. Heel moeilijk. Dus het is verplicht naar huis kringen. Nee, is niet verplicht. Het is niet verplicht. Maar dan moet je niet klagen als je denkt van weinig mensen komen bij mij op bezoek. Of als jij komt te overlijden en we hebben niemand om jou te begraven. Nee, dat zeg ik. Ja, op dit moment wel, ja. Ja. En behalve als een huiskring een oprichting, dan beginnen we om de 2 weken. Precies. Hey, God zegen. Nou, de kinderen zijn natuurlijk in de ouderen. En de kinderen worden pas, als ze 18 worden, bij alle kinderen van ons, moeten ze zelf zeggen of ze wil lid worden. Bij ons ook. Dus de kinderen, anders zijn ze in de ouders geheiligd. En als één van de ouders gelovig is, kan die ouder lid worden, de ander niet. Die is welkom om te komen. Maar, kan niet lid worden. Of kan niet een partner worden, ja. Waarmee wij hebben geen partnerschap met ongelovigen. Wij houden van hun en wij bidden dat ze tot geloof komen. En bij sommigen duurt het gewoon, want... Wij kunnen niet mensen bekeren. Dat moet God doen. Hoe ga je om met stel die waar een van de twee wil invoegen bij jou en de andere lid is van een andere kerk? Nou, die zou ik, kijk, daar zou ik bemoedigen om te zeggen, jongens, het is beter voor jullie om hetzelfde gemeente te zoeken. Want voor je huwelijk is dat. En voor je kinderen, als je kinderen hebt, is dat niet duidelijk. Dat is ongezond. Maar je zit natuurlijk in situaties waar het erg moeilijk is. En waar de een... De vraag is dan... Ik zou ook afvragen...
Zijn ze wij allebei werkelijk wederom geboren? Of is de een alleen nog maar, nou ja, dus uit gewoonte. En de een is echt tot geloof gekomen. Zeg, weet je wel? Maar je zou toch bemoedigen, want de ideaal is om het samen te doen. Ja, dat kan niet altijd. Nee, het kan niet altijd. En dus dan zeg je dan, ja, nou, weer eens kan het een vrede, een harmonie zijn je samen erover eens dat er één dag aan. Weet je, je wil niet gaan stoken in de huwelijk. Je wil niet gaan. Ja? Als je die avond hebt voor mensen die dus ze willen aansluiten, dan kan jij geen statuut geven. Nee. Dit zijn wij, dit nee. Nee, maar wij kunnen, als we willen, we kunnen wel een visiestudie geven, of visies van waar we voor staan, zeg maar. Hè, wat een beetje het proberen uit te leggen, maar er is geen statuten wat ze moet ondertekenen of zoiets. Maar wat je vertelt van de mensen die willen graag weten, van, is dit nou een Bijbelse gemeente of niet? Nou, hopelijk komen ze op die avonden pas als ze daar al van overtuigd zijn. Ja. Je komt niet voor de eerste keer en denkt, ik ga er gewoon heen. Dus wij geven daar tijd voor. Dus luister naar die boodschap. Meestal zijn mensen daarvan al overtuigd. En dan is het meer op enkele punten wat we even dingen moeten duidelijk maken. Hoe ga je om met mensen die weg willen? Net andersom, zeg maar. Die zijn vrij om te gaan. Wij zeggen altijd bij ons staat de deur open om te komen. Maar is ook open om te gaan, want we willen geen gevangenen maken. Nee. Maar wat daar belangrijk is, als mensen niet meer komen. Nou, op een gegeven moment, ik heb nou zeg maar één of twee, die moet ik bellen. En dan vragen jongens, luister, wij merken dat jullie al een paar maanden niet komen. Betekent dit, je hoeft niet. Ik bedoel, is daar iets wat wij kan doen? Is er iets in de weg staan? Of zeg je nee, ik heb misschien een andere gemeente gevonden. Maar dat wij het weten. En het is voor ons belangrijk als oudsten om te weten. En dan zeggen we ook, oké, je moet nu officieel weten, jij bent niet meer bij ons. Nou, weet je, ik vond het Ellis van Haven vanmorgen van die drie gezinnen die opgezegd hadden. En dat er twee extra dingen één zelfmoord pleegden. Dan zou ik bij mezelf denken van, ja, hebben wij er een verantwoording in? Als ze opgezegd niet dan. Want het blijft uitgenodigd gezag. Ik heb niks te zeggen meer. Ze wouden niet meer dat ik dat zeg. Ze vallen er heel stellig in. Dat voelde voor mij een beetje van, ja. Jij bedoelt een beetje van, zijn die schapen niet weggelopen, zijn ze morgen de herder achteraan gegaan en zo? Ja, dat zou je feitelijk zo halen wij ze zomaar. Nee, maar goed, kijk, wij hebben natuurlijk wel gezegd, gesprek, maar ze wouden het niet. En waardoor die verhaal gebeurd is, is dat een enorme vrees des Heerens was op de gemeente gevallen. Echt waar. Nee, meestal niet. Nee. Omdat wij hebben ook niet zo'n een inzegening in de gemeente. Dus wij stellen alleen voor. Ja, maar dan weten we toch wie het is. Ja, maar ik heb het meestal ervaren. Dan neem je het ook afscheid van. Als iemand weggaat, zo studenten, ja, dat doen we dat. Maar niet als iemand besluit van ik kom niet meer en die komen al 3 maanden niet meer. Dan gaan we niet vragen, wil je eens 1 keer komen dat we officieel van je ook een afscheid nemen. Dat doen we niet. Niet meer deel van onze gemeente. Nee, 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 nee. Dan is alleen, eigenlijk, kijk, naar de gemeente stellen voor, dan weten ze, er zijn weer wat nieuwe mensen bij. De enige wat eigenlijk belangrijk is in die lidmaatschap, is voor ons als oudsten om te weten voor wie wij verantwoordelijk zijn. Gaan ze nu weer weg, wacht, een moment, gaan ze nu weer weg, dan moeten wij weten, ik ben nu niet meer verantwoordelijk. Dat is al. Verder hoef ik niet, want je zit, kijk, op een gegeven moment, wij willen ook zoals wij beginnen, wij willen ook eindigen zoals wij, of wij willen beginnen zoals wij willen eindigen. Maar wij denken aan een grote gemeente. Hoe ga je dat doen als je met 500 man bent? Iedere week, er zijn 20 bij, maar zijn ook weer 5 die afscheid nemen, weet je wel. Jongens, we zijn hier echt druk bezig hier, weet je. Terwijl de geestelijke realiteit is, wij zeggen gewoon dat ze relaties kan bouwen. Maar het kan zijn dat als de mensen verhuizen of zo, nou dan zeggen we, vragen ze ons, nou, we willen graag bidden, doen we dat. Graag. Of het zijn mensen gaan mensen ergens naartoe voor een jaar naar de buitenland. Jawel, dan doe je dat allemaal. Of gaan studeren. Maar mensen die gewoon
of ze vallen af van het geloof, hè, worden koud, worden lauw, losstaande van het proces hoe je erachteraan gaat, hè, om hen te proberen helpen. Of ze hebben ruzie in de gemeente met iemand anders, ze willen niet meer aan dezelfde deur in en ze zoeken andere gemeenten. Het is belangrijk voor ons als oudsten om dat te weten. Dus dan gaan we een achteraan en zeggen, is er iets, kan we jou helpen? Staat er iets in de weg, kan wij bemiddelen? Hebben wij iets fout gedaan? Waar ligt het aan? Nou, ze zeggen, nou ja, ik doe het gewoon niet meer zo. Ik voel me niet meer thuis en alles. Dan zeggen we, oké, maar goed, jij komt niet. En voor ons betekent lidmaatschap dat je een partner bent, dat je meedoet. Dus als je er niet bent, ben je voor ons geen partner meer. We hebben niet een lijst van mensen die ooit lid waren. En wij zeggen, zoals de kerken soms, nou, we hebben 3000 leden, maar er komen 40 op een zondag. Dat hebben we niet. Die komen, die zijn het. We hebben alleen actieve leden. Maar stel dat iemand van een burn-out heeft, die blijft thuis, die is moe, in zijn hoofd en in zijn lichaam, die komt een aantal maanden niet. Nee, maar dan weet je toch dat er een reden is. Ja. Dan hoop ik dat zo iemand in een huiskring was. Zo iemand als ik niet zelf melden. Zeg je? Nee, natuurlijk. Kijk, als hij in een huiskring was, dan merkt de huiskring gelijk, maar die man komt niet meer. Dan gaan we erachteraan, dan zeggen we, luister, die man. En dan gaan we door onze diaconieteam, door onze huiskring, kan we hem helpen? Kan we zijn tuin voor hem gaan doen? Kan we boodschappen gaan doen? Kan we terwijl hij thuis blijft. Onze diensten worden livestream uitgestraald, iedere zondag. Dus hij kan ze gratis live kijken. Ja, dus dan ga je, wil je dat actief gaan ondersteunen. Ja, dus het zal nooit voorkomen dat je pas na 3 maanden merkt van iemand... Nooit is een lange tijd. Nooit is een lange tijd. Dus jij wil niet dat het voorkomt, dat het gebeurt. Maar ik kan niet zeggen dat het nog niet gebeurd is, dat kan ik niet zeggen. Want er zijn 1 of 2 dat we zeggen van, en vooral voor mij, als ik mensen, ik ben er vaak zondags niet. Ik ben ergens anders, dan weet ik niet. Dan zeg ik, hey, ik was afgelopen zondag daar en Anneke heb ik die en die niet gezien. Was die er wel? Volgens mij is die er al 2 maanden niet gekomen. Zeg ik, nee, hij was er, want het was op een zondag dat ik er niet was. Snap je? Maar dat heb je de andere antwoord. Ja, maar weet je hoe groter het wordt, hoe moeilijker wordt dat. Dus je moet eigenlijk, de huiskringleiders moeten dat doen. En dan kan ze de oudste als hulp erbij hebben om te overzien dat het goed gaat. Ja. Maar heb je ook iets zoiets als iemand weggaat, dat je een gesprek met iemand wil hebben om ervan te leren, als gemeente? Sommige mensen gaan weg omdat ze voelen, ik wil niks van hen leren, weet je wel. Ja. Dus die willen niet met mij meer praten. Nee, goed, wij hebben gelukkig niet zoveel, moet ik zeggen, eerlijk, mensen die weggaan. Wij hebben geen grote revolving deur. Ik zou zeggen, we hadden toen 40, toen we 40 mensen waren, toen we voor de eerste keer 6 mensen verloren. Dat deed heel erg pijn. En toen we 70 waren, toen verliesten we in 3 maanden, hebben we 15 mensen verloren. Maar dit keer was het de troublemakers, maar het was God die snoeide. Ja? En waardoor echt de vrees des Heren op de gemeente kwam. En daarna... is misschien in die 18 jaar misschien 10 mensen, 15 mensen waar ik van weet, die niet verhuisd zijn of die niet gaan, niet veel, heel weinig. Mooi. Oké, volgende vraag, even kijken. Vandaag voor de dag functioneert tucht nauwelijks meer. Hoe kunnen wij in deze postmoderne tijd omgaan met tucht? Wat is bijbelse tucht en of discipline? Wij hebben bij ons in de gemeente al verschillende keren tucht moeten toepassen. Meestal was het op het gebied van dat mensen die samen woonden. Of die dus op seksuele onreinheid. En wat ik daarin ook zeg, dus een absolute, dat zijn typische taken die voor de oudsten zijn. Dit zijn wat ouders ook in een gezin doen. He, en het is, de Engels heeft een mooi woord daarvoor, dat is governing taken. Dus niet voor de diakenen. Je wil diakenen ontlasten daarvan. Je zegt, dit moeten wij als oudsten doen. Maar daar wil ik ook zeggen, de doel ervan is om de persoon de beste plaats te vinden, dat die persoon weer met God gereconcilieerd kan worden. Dus wij zijn er heel duidelijk in, maar wij behandelen wel iedere geval voor zich. Wij hebben 1 geval, hebben we bijvoorbeeld iemand gehad die op de bijbelschool was, zeg maar zo iemand, was nou niet jullie bijbelschool, maar op Philadelphia bijbelschool, en die toch ging samenwonen.
Nou kijk, je hoeft zo'n persoon niets meer uit te leggen waarom het niet kan. En alles, dus die hebben we onmiddellijk gezegd, luister, dit is voor ons onacceptabel. Jij weet dit. En dus wij gaan je onder de tuchtboete plaatsen, want dit kunnen wij niet accepteren. Ja? Voor mij betekent het, moet ik eerst zeggen, die tucht is niet om die persoon te straffen. Hè? Maar die tucht is dat wij, want als wij niks gaan zeggen en doen, dan denkt die persoon eerst van, oh, ik kan maar doorgaan. En ondertussen werkt die zonde als een vergif. Ja? Dus wij willen dat duidelijk maken. Ten tweede betekent het voor mij dat zo'n persoon niet welkom is in de gemeente. Ook niet als gast. Ook niet op zondag. Ja. Waarom niet? Want onze kinderen zitten daar. En die weten niet van lidmaatschap of niet lidmaatschap. En die denken van, die wonen samen en zij kunnen nog gewoon in de gemeente komen. Waarom kunnen wij dat dan niet? Dus voor mij is het, daar staat geen gemeenschap voor mij. Ik wil niet met hun eten en drinken. Ik wil in zo'n geval, ze komen zijn ook niet welkom op de huiskringen. Want daar ga je samen eten en drinken. Bij heel veel gemeentes zijn wel welkom zijn in de gemeente, maar niet aan de tafel des heren. Maar bij jullie gaan we dus nog een stap verder. Voor mij gaat het echt met de fellowship en samen eten en drinken. Dus ik, bij ons is gebeurd dat zo iemand, haar man was ongelovig. Toen zij gescheiden van haar man en toen ging zij samenwonen met iemand anders die weer niet gelovig was. Ja, je denkt, hoe krijg je het in je hoofd? Maar ze is eigenlijk een heel fijne zuster hoor. En wij moesten onder tucht passen en toen stierf haar eerste man in die tijd. Dus wij waren ook op de begrafenis, want wij kenden hun allemaal. En zij nodigde die mensen uit voor thee of koffie naar tijd. Nou, wil ik niet. Sorry, zelfs op een begrafenis. Ik wil het niet. Want niet terwijl jij in die toestand leeft. En het is niet omdat ik mij beter voel dan jou, maar ik wil niet dat iets in mij zegt, ja, ga maar zo door met jouw leven, dit komt ook wel goed. Ik wil dat jij de beste kans hebt. En die persoon is toen, niet lang daarna, ze terugkomt naar de gemeente. Want we zeggen ook aan alle van hun, als je weer terug wil naar de gemeente, je wil, hè, en het is 10 stappen die nodig zijn, dan hoef je niet eerst bij stap 8 te komen. Jij mag vanaf stap 1. En dan willen wij jou helpen. Dus, en dan gaan we ook zo iemand aan de gemeente zeggen, luister, wij kennen haar. Jullie alle kennen niet haar situatie misschien, maar wij willen zeggen, zij, en heel vaak wil ze zelf de behoefte om ook een getuigenis voor de gemeente, om echt berouw te tonen. Maar zeg maar, wij gaan de weg nu met haar of hem wandelen. Jullie mogen weten, we als oudste hebben wij de overzicht over. Jullie moeten ons vertrouwen en laat die persoon met rust. Ga niet iedereen op een gegeven moment. Ja, dat zeggen we openbaar. Ze brengen ze weer terug in, ja. Maar ook in liefde, zeggen ze. En wij zijn blij, wij verheugen ons. En de meeste van de keren reageren de gemeente gewoon met, ja, we zijn blij dat ze weer terug zijn. Weet je? En ze voelen dat liefde, ze voelen dat. En zo worden mensen hersteld. En ik denk dat we 6 keer al mensen zo hebben gezet. En 4 daarvan zijn teruggekomen. En werkelijk waren ze alle 4 sterker in hun geloof dan ze ooit waren. En ik geloof dat het is door de tucht. Dat je hebt toegepast. Als je van het moment dat je die zonde dan vaststelt en zegt van wil je mee breken of niet en op dat moment willen ze dat niet en dan wijzen de deur, hoe komen ze dan zeg maar... Nou, kijk, ja, alsjeblieft. Wat ik even... Ik krijg ze ook op, ze krijgen geen onderwijs meer. Ja, maar goed, dat is niet mijn probleem, hè? Nee, dat is niet mijn probleem. Nee, ja, pastoraal kijk ik naar de andere schapen. Ja, de andere schapen die vergiftigd worden door de gift die deze persoon binnenlaat. En een kleine zuurdegem gaat door de hele gemeente. Dat gaan we niet toelaten. Dus dat klinkt hard, maar dat is niet. Mijn hart huilt voor die mensen als ik zo met hem moet omgaan. Dus ik vind het van de moeilijkste tijden van oudsten zijn, zulke tijden. En dat zeggen we ook aan de gemeente. We hebben een verschrikkelijke situatie onlangs in de gemeente gehad. Ik zeg mensen, dat zijn tijden wat niet leuk zijn om oudsten te zijn in de gemeente. En dit is er één van. Maar het mooiste is, als je dan een gemeente hebt die de oudste team vertrouwt. En die dan naar ons komt en zegt, Eddie, ik ben zo blij dat jullie in zo duidelijkheid, maar in liefde met deze dingen omgaan. Want ons doel is dat iedereen op de positie komt waar hij of zij de beste kans heeft om weer met God gereconcilieerd te worden. Dus de één persoon, daarom noem ik de één van de Bijbelschool, die wist het. Een ander, die komt uit de wereld, die begrijpt het helemaal niet. Die stond geloof, maar die zeggen wij ook niet direct. Eerst als ze komen, en ze kan niet lid worden terwijl ze nog samenwonen. Dan zeg je, kom maar zoals je bent.
Zoals je bent. Maar ze kan niet lid worden terwijl ze nog samenwonen of zo. Ja, maar die kunnen komen. En stel je voor, zijn tot geloof gekomen. Nou, en dan wachten we. Wij gaan bidden. Heer, laat u het eens zien. En wij wachten op de gelegenheid om erover te praten. Nee, die mensen zijn nog tot ongeloof. Wij gaan bij de avondmaal, daar komt ook nog een vraag bij. Maar die mensen zijn, dit zijn nou mensen die zeg maar tot geloof gekomen zijn, maar ze wonen nog samen, ze weten uit de wereld. Nou, dan ga je wachten tot het moment om het aan te spreken en meestal zijn er mensen die willen gewoon de weg met God gaan. Maar stel je voor dat zo iemand, die dus niet veel weet en die valt in zonde. Maar die is nu al een tijd lid van de gemeente geweest. Nou ga ik met zo iemand ga ik anders om dan met die een die op de Bijbelschool was. Want je merkt ook bij sommigen, het duurt langer om het te begrijpen. Niet iedere persoon. Het is net zoals mijn kinderen. Ieder kind is anders. Bij de eerste kind, mijn oudste kind, moesten we gaan neerzitten en echt. Je moest 10 minuten wachten voordat hij begint praat. Nou, voor mij en mijn vrouw, dat is vooral voor mij. Oh, dat was geduld oefenen. Weet je, en dan begin je. Mijn dochter, ik hoef alleen maar zo te kijken en het is goed. Mijn jongste zoon, nou ik kan de stieren van Baas aan het doen halen. En ik weet niet wat je alles moet doen om hem terug te, om niet terug te praten. Om niet. Ja, ze zijn gewoon anders. Dus dan moet je ook, maar net zo in een gemeente, het zijn levende mensen. Daar is niet een harde, koude regel binnen 10 dagen. Voor de een is misschien 3 maanden. Voor de ander zeg ik, sorry, ik geef je een week om erover na te denken, maar jij weet het. Ja. Je komt zeker mensen tegen getrouwd zijn en kinderen samenwonen met kinderen. Ja. Die zeggen van, nou als papa en mama gaan maar meteen uit elkaar vanaf nu, want mama is op geloof gekomen. Ja. Dan past de vrouw helemaal niet. Ja. Dan ga je naar ouders van kinderen scheiden. Dus je moet eigenlijk heel individueel aanpakken. Ja. Ja, met wijsheid. Met wijsheid, ja. Maar waar trek je de grens in zonde? De ene, dat namelijk die is een zattler, een dronken. Hetzelfde moeten we aanpakken. Okay. Absoluut. Ja, nee. Nee. Als je gaat leven in zonde. Ja, dus, stel dat je belastingontduiking hebt of iemand is roof verslaafd of je kan wat zonde bedenken, zeg maar. Je moet wel beseffen, er zit ook een verschil tussen iemand die komt en zegt, luister, ik heb een probleem en ik heb hulp nodig. Zoiets iemand hoef je niet in het publiek openbaar, want die komt al reeds zelf. Maar zo iemand neem je in pastorale zorg en je beschermt hem. En begeleidt hem dan uit dit proces. Ja? Zonder van tucht te spreken. Zonder van tucht te spreken. Dat gaat, maar het gaat om mensen die niet repentant, zegt de Engelsen. Die niet wil bekeren, maar zij blijven in die zonde leven. Je kan zelfs iemand een twistzieke hebben. Die steeds ruzie maakt met iedereen. Of die met een leer rondgaat die echt verdeling brengt. Wat je ook moet aanpakken. En samenwonen is een keuze om te zondigen. Ja. Dat doe je niet per ongeluk. Als je gaat samenwonen, maakt hij heel bewust een keuze van dit ga ik doen. Ja. Dat is iets anders dan een stelletje die worstelt dat ze af en toe naar het bed gaan. Waar ze ook begeleiding bij nodig hebben. Ja. Dat is echt anders. Ja. Ja. Maar ik denk de belangrijke punt is, als je oudste wil zijn, je moet ieder geval voor zich behandelen. Gaat het ook om ongelukkige zonden, zeg maar, in verborgen zijn? Ik denk dat het echt nog verborgen weet je. Ja, allebei. Maar verborgen weet je ja niet. Ja, precies. Maar ja, dan is het ook niet zichtbaar voor de gemeente. Als je weet van een bepaalde broeder dat hij op zijn laptop wel eens overspeld heeft. Pornografie, bijvoorbeeld. Maar hoe weet jij dat? Ja. Nou, stel dat hij dat beleidt aan jou. Ja, maar dan komt hij dus. Dan komt hij dus. Dan komt hij en dan zegt hij, help mij. Maar anders zou hij niet komen. Maar als iemand dat probleem heeft en die wil niks doen, dus wil geen filter installeren, die ook geen toetsen, die wil er niks mee doen, dan blijf je een heel ander gesprek. Ja, want stel je voor een vrouw komt en zegt, mijn man zit hier vriendelijk op de eerste rij te lachen, maar ondertussen, iedere avond, kijkt die porno. Ik heb hem betrapt erop. Ja, nou kom je in een probleem, moet een man erover praten, zeg, kunnen we praten, en als die man dat niet wil, dan kom je in een ander probleem. Snap je? Dus als hij lid is, als hij mee is, heeft hij toestemming gegeven dat je in zijn leven mag inspreken. Weet je? Maar je moet het begeleiden en je moet kans geven met één broeder.
naartoe gaat. Kan je hem winnen? Met één broeder. Zeg gewoon, met twee broeders. Wil hij niet luisteren? Dan komt ergens een moment waar je het aan de gemeente moet zeggen. En dan is het eigenlijk aan de gemeente. Jij geeft het in de geestelijke wereld. Want dit is wat tucht is. Jij zegt in de geestelijke wereld. Hij wordt je als tollenaar en als zondaar. Dat betekent, hij komt onder de bescherming van de gemeente uit. Opdat hij eigenlijk, en nou wordt hij eigenlijk, prooi voor de duivel, hè? Maar de doel daarvan is ook dat God wil dat hij tot bekering, tot inzicht komt. Ja, de hele gemeente kan er ook voor winnen. Ja, ik zit eigenlijk meer met zonde, zeg maar, waarvan ik heb bepaalde dingen dat ik denk van ja, zoals roken inderdaad, dus voor mij is zonde. Omdat ik zelf gerookt heb en daarvan bevrijd ben, zeg maar. Ja. Maar een ander die zou zeggen van ja, ik geloof in de Heer en ik rook en ja, het is voor mij niet echt een verslaving. Zo'n punt, of bijvoorbeeld als je zegt over niet al je belasting aanvragen, dat is voor mij echt zonde. Een ander die zegt ja, ik betaal al zoveel. Dus moet je altijd iedereen maar aanspreken of zeg je ook van... Nou, ik denk er is een moment waar je... Dat is een gebied waar jij mensen begeleidt. En mensen die verder in de Heer wil komen. Hè, en waar mensen nog met dingen aan het worstelen zijn. En daar is een plaats waar jij... Kijk, zulke dingen zal iemand duidelijk disqualificeren voor leiderschap. Sowieso. Is het ook niet zo dat de geest zich daar een gegeven moment gaat openmaken? Dus als iemand in de geest wil leven, dan zijn er nog dingen die op openbaar komen. Dat is zo, dat hopen we ook, maar toch horen wij niet altijd goed genoeg. Want dan soms dan achteraf, dan merk ik dat ik toch meer goed gelovig was en dat ik niet goed geluisterd naar die tekst dat Jezus zegt, hij heeft zich niet aan de mens toevertrouwd, want hij wist wat in de mens was. En dan denk ik, oh. Ik bedoel, mijn eigen hart soms bedriegt mij. Dus, snap je, dus dat is... Dan is de test te subjectief. Ik denk dat we het wel moeten doen, want soms dan voel je gewoon iets is die niet in orde. Dat merk je. Maar soms mis je dat. Maar dat is ook de geest dus. Absoluut. De geest van onderscheiding, dat God ons dat geeft. Absoluut. Jezus zei van, dat je moet dan beschouwen als de hoeren of... Als een tollenaar, de zondaar. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat daarmee bedoeld wordt. Met wie ging Jezus om? Met hoeren en tollenaars. Dat je dus juist liefde moet tonen. Ik toon liefde de hele tijd door. Maar ik geloof ook als ik mijn zoontje voor de billen geef, dan toon ik hem ook liefde. Met liefde. Snap, is discipline. Nee, maar echt, die mensen begrijpen dat niet altijd. Ik zeg, maar wanneer zij weer terugkomen, dan merken ze dat het echt was. En zij merken dat ik niet meer van hen hou toen ze weg waren, of als ze terug zijn als toen ze weg waren. Want dat is mij altijd de test. Ik kies ervoor om een onvoorwaardelijk lief te hebben. Maar dan... Houden jullie ook contact van met zo'n iemand? Meestal willen ze dat niet op een gegeven moment. Maar ik probeer. Natuurlijk. Hè. Maar ik ga niet met ze eten en drinken. Doe ik niet. Eén stap verder, nou is er een oudste of een kringleider of een diaken. Waarvan een kind, laten we zeggen, ze gaat samenwonen of praktiseren, ja. Homoseksueel wordt. Hoe geldt dat van die ouders? Nou, de vraag is eerstens of dat kind zich gelovig noemt. Dat is een van de vragen. De tweede is hoe oud is dat kind? Als dat kind volwassen is, is hij voor zichzelf verantwoordelijk. Want de oudste moet zijn huis kunnen besturen. Ja? En dat hij zijn gelovige kinderen goed in beheer heeft. Maar hij kan natuurlijk niet ervoor zorgen dat zijn kinderen tot geloof komen. Hoe moet je dat doen? Ja, want kijk, dan kom jij als jouw eigen kind. Hij komt niet als een lid van de gemeente. Nee, dat is een andere relatie. Oh, ja. Dus dan kun je zelf... Maar dan zal ik ook... Maar ik moet mijn huis goed besturen. Als mijn zoon zou gaan besluiten om samen te wonen... Zelfs al ben ik 70 en hij 50 al... Dan zeg ik, jongen, mooi voor jou en ik hou van jou... Maar niet in mijn huis. Als je bij mijn huis wil slapen, slaap je in twee verschillende kamers. Al ben je al 50 jaar oud, dat scheelt mij niks. Maar hier niet. Zeg je? Hij blijft wel welkom in jongens. Absoluut. Ja. Hij blijft absoluut. Ja. Absoluut. Hij blijft welkom meis. Ik ga hem lief hebben tot mijn laatste adem. Ja. Jonathan Lehman heeft van Nijmarkt. Die hebben 9 boekjes uitgebracht, Nijmarkt. Eén daarvan is de Church Discipline. Dat is eigenlijk precies dit verhaal. En eigenlijk heel goed om daar, als je hiermee te maken krijgt, een keer goed te lezen. Ja. Maar nu komen we bij de volgende vraag. Want jij noemt van drugsverslaving en pornoverslaving. Maar hoe gaat het met avondmaal?
Hè? Weren van het avondmaal. Nou, ik wil dus een stok in de, onder de kippen gooien, zeggen ze wel eens. Of onder de, in de hoenderhok. Wij willen, lijkt me zo graag, mensen weren van het avondmaal als ze in zonde leven en zo. Maar wat deed Jezus met Judas? Hij liet hem gewoon aan de avondmaal deelnemen. Hij zegt, hij gaf hem zelfs het brood. Waarom? Waarom? Omdat ik geloof de avondmaal, de hoofdpunt van de avondmaal, is dat jij beproef jouzelf. Als een gemeente gaat groot worden, want daarom is alles, als het te groot wordt, dan kan jij niet meer zien wie aan de avondmaal gaat. Maar jij beproef jouzelf. Jij moet het duidelijk verkondigen. Wij zeggen mensen, je hoeft niet hier lid te zijn om deel te nemen. Maar je moet beproeven jezelf of jij werkelijk wederom geboren is. Maar stel je voor iemand, nee, maar ik weet niet zeker of hij wederom geboren is. Stel je voor, hij is het niet, maar ik weet het niet. Wat dan? Ik geloof niet dat hij er schade van heeft. Hij heeft er gewoon niks aan. En ik denk ook niet dat het iets op mij, want ik beproef mijzelf. En ik, heb ik mijn zonden beleid? Zijn er zonden die ik nog niet onder het bloed heeft gebracht? Hoe staat het met mijn relaties binnen het lichaam? Of is er zonde waar ik in leef, terwijl het lichaam van Jezus heeft mij vrijgemaakt en dan neem ik avondmaal? Zie, daar gaan het effect hebben en daarom zijn er onder u velen zwak en ontslapen er niet weinig. Omdat je jezelf niet beproefd hebt. Dus de tweede vraag, mogen kinderen aan het avondmaal? Nee. Je moet wederom geboren zijn aan het avondmaal. Hè? Maar wat is het voor? Jij moet jou zelf beproeven. Dat is de vraag. Kan die kind zichzelf beproeven? Ben jij klaar om als ouder te zeggen, mijn kind kan al zichzelf voor zichzelf verantwoorden? Ik zou voorzichtig zijn. Als ze ouder zijn, ja, ik denk het scheelt per kind, precies. Het scheelt, en misschien bij meisjes al vroeger, met 12, 13. Maar als ze zo ver zijn en ze is werkelijk wederom geboren, kan ze ook gedoopt worden dan al. Klaar. Ja? En bij jongens misschien wat later, 15 jaar, 17 jaar, sommigen 27 of zo. Ja. 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 Oké, maar dus aan de andere kant, pastoraal. Als ik met iemand bezig is en ik zeg maar die persoon zeg, worstelt met de avondmaal of worstelt met porno of met die ding en ik ben pastoraal met hem bezig. En nou komt de avondmaal en hij zegt, ja, ik ben er nog niet door, dan zal ik een pastoraal raden. Neem niet de avondmaal nu. Laat het een keertje zitten, zeg maar, snap je? Maar dat is iets anders dan disciplinair. Beproef jezelf. Beproef jezelf, zegt de Bijbel. Oké. Okay. Dus, even doorleggen. Dus die duister, waar iemand die dus langer in de gemeente komt, al 3 maanden in de gemeente komt, is nog geloof gekomen, is nog niet gedoopt omdat ze nog niet die keuze hebben gemaakt. Maar die wil toch graag delen in het avondmaal. Maar ze wandelen samen bijvoorbeeld. Dan, hè, dan zeg ik, dan moet je daar niet. Kijk, ze zijn dus bezoekers nog in de gemeente. Ze zijn bezoekers in de gemeente, dus in die zin ben je ook nog niet voor hen verantwoordelijk. Want ze mogen avondmaal, toch? Nou, nee, dat zie ik zo niet. Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor iedereen die bij ons in de gemeente komt avondmaal vieren. Ja, die gaan wel, als ze bezoekers zijn. Ja, maar ik neem de verantwoording om het duidelijk uit te leggen. Zo en zo zit het. Wij geven gelegenheid voor, beproef jezelf. Maken we iedere keer duidelijk. Ja. Okay. Iedere keer daar. Ja, behalve als je nou in de huiskring zit en dat is een bekende kring, want ze mogen bij ons ook in de huiskringen avondmaal vieren. Ja? Dus, en er is niemand nieuws bij of zoiets, en dus je weet dat. Dan hoef je het niet alles iedere keer uit te leggen op die manier. Je ziet het wel dat sommige gemeentes na een aantal jaar gewoon toch dat niet meer zeggen. Dus dat gewoon, ze gaan het avondmaal vieren zonder te zeggen, proef jezelf. Ja, goed, nou, maar kijk, dat mogen ze doen zoals ze willen. Als die oudste vinden, ze kan dat verantwoorden, dan moet ze dat doen. Ik voel in ons oudsterschap willen wij het zeggen. Gewoon, en ook, we willen het niet zoiets religieus maken, maar wij willen het wel. Het is wel serieuze dingen waar we mee bezig zijn. Het is niet zomaar iets. Zoals je vraagt, wie mag dopen? Wie mag dopen? Ja, dat geloof ik dat iedereen dat mag.
diezelfde. Ja, zoals Ananias, een discipel. Dus ik denk, de bediener van afman kan ook iedereen. Maar omdat wij juist, wij zeggen jongens, dit heet uitwerking. Laten we hier, dat is altijd de oudste bij betrokken. En leid maar, wij vragen vaak mensen, wil jullie komen, jij komt weer om bidden voor dit, bidden voor dat. En het samen uitdelen met even variatie in. Soms vragen we de huiskringleiders, soms vragen we van de jonge mannen die we merken wat een beetje meer wil uitdagen. Verschillend. En dat ligt in het context, hè? In katholieke Limburg-Brabant gaat iedereen naar de avond of Eucharistie. Dat hoort gewoon. Het is raar als je blijft zitten in de kerk. Ja. Dus daar moet die uitleg veel duidelijker zijn. Ja. Van dit is niet voor iedereen, dit is juist voor als je voor echte geloven. Ja. Zelfs op het punt dat wij besloten hebben om niet meer ons zonde te doen. Ja. Alleen door de week in huis gingen. Ja. Omdat je dan die groep gasten niet meer hebt en ook niet meer. Ja. Maar ik denk, dit is ook heel belangrijk. Je moet het per plaats en die flexibele wijnzak, maar waar de oudsten verantwoordelijk voor zijn. Want zij moeten God tegenover verantwoording afleggen. En dat is een heerlijke vrijheid als je autonome gemeente in die zin ook zijn. Ja? Oké, nou komen we bij nog een hete hangijzer. Ah, heerlijk. Hoe kunnen de zusters, de vrouwen, één van hart blijven met een man als de vrouw op de achtergrond meebouwen aan de gemeente? Ik weet niet welke gemeente dit is, maar bij ons doen de vrouwen alles en de mannen zitten lekker op de achtergrond. Hoe kan we dit omdraaien? Dit is voor mij, laat ik het weer zo zeggen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig in de Here. Maar we hebben verschillende rollen. Dit moet heel duidelijk zijn. Man en vrouw zijn gelijkwaardig in de Here. Maar we hebben verschillende rollen. Dus dat betekent voor mij dat de vrouwen bijna alles kan doen. Er zijn maar een paar dingen die ik niet zie dat een vrouw kan doen. Eén daarvan is, ik zie geen vrouwelijke oudste in de Bijbel. Zie ik niet. En ik begrijp ook waarom niet. Ja, niet om het. Dat is vele dingen die zij beter kunnen. Ik bedoel, sommige dingen helpt mijn vrouw mij in en dan heerlijk. Maar zij helpt mij om Gods wil te vinden. Kan er veel beter dan ik. Maar waarom niet? Want ik heb verantwoording in ons team van ons huwelijk. En de eindverantwoording. En als zij de hele week zeggen, ja, oh nou ja, wacht maar tot zondag. Bij de kerk dan ben ik de oudste en dan zal ik jou wel eens vertellen. Snap je, dit gaat botsen met de normale gezagsstructuur. Daarom snap ik dat. En Paulus geeft nog een andere reden aan, dat hij zegt van de man was opzettelijk ongehoorzaam, maar de vrouw was misleid. Dus zij is daar, geestelijk is zij misschien daarin meer gevoeliger voor aanvallen van de boze. Ja? Of de man is te dom soms om erop in te gaan. Dus hij kan je ook, leg maar aan hoe je het ziet, weet je wel. Dus, maar daarom dat God daarin, dus dat zie ik niet. Dus daarom denk ik ook niet dat jij een vrouwelijke apostel in die zin kan zien, die weer oudsten zal aanstellen. Dat is ook geen zin voor mij. Maar, je ziet in de Bijbel wel profetessen. En heeft God dan profetessen geroepen en zeg maar, je mag het wel zijn, maar je hou even je mond in de gemeente. Dat is voor mij niet, maakt voor mij geen zin. Ik kan je zo vertellen, de man is de oudste hoe wij het zien. Hè? Heel duidelijk, wij hebben de verantwoording. Maar man en vrouw zijn één vlees. Toch? Dus wij dienen als team. Wij zouden nooit de gemeente hebben gezegd. Er was geen kans dat ik gemeente zou kunnen zeggen als lijnoudste als ik niet mijn vrouw had. Geen kans. Als ik kijk naar wat zij alles hebben gedaan. Ze leidde de lofprijs. Ze leidde de kinderwerk. Zij kon iets. Als we soms les of dingen hadden. Ze kan veel duidelijker uitleggen. Als ik zat alleen maar rond en ik leek een beetje bezig. En nou ja. Onvoorstelbaar hoe begaafd de vrouw die er mij heeft gegeven. Maar hoe doen we dat dan? Nou, de oudste vergadering. Hè, nou, hoe doet de man het? Ja, we gaan voor de Here grote ingepakt voor zijn koninkrijk. Hè, we gaan dan een evangelisatiecampagne. Ga je naar huis, zegt de Here heeft vanavond tot ons gesproken als mannen. Hè, we gaan evangelisatie doen, dan en dan en dan op de markt. Weet je wel dat het dan schoolvakantie is?
Volgende week bij de oudste vergadering. Mannen, broeders, ik heb er nog over gebeden. Dus wat doen wij? Wij hebben 1 week met de mannen en 1 week met ons vrouwen erbij, vergadering. Maar wij weten, de verantwoording voor ons besluiten moeten wij als mannen nemen. En het is ook heerlijk voor mijn vrouw, dat sommige dingen, daar wil zij niet mee belast worden. Maar er zijn andere dingen, in relationele dingen, als wij dan gaan praten, soms met echtparen, is het zo heerlijk om dat samen als echtparen te doen. Zij brengen input, zij kan veel duidelijker communiceren dan ik. Dus dat rol, maar wij hebben in onze gemeente, wij hebben niet zoiets dat wij een vrouw een positie geven om over mannen te regeren of zo, of les te geven. Maar dat voor mij betekende niet, en ik denk daar is iets wat oudsten mee moet klaarkomen. Weer eens op iedere gemeente, waar oudsten... Als jij een vrouw hebt die je voelt eigenlijk bijna een profetische gave hebt, dat ze als ze gaat spreken, dat ze zo mensen kan aanraken. Weet je, Watchman Nee vertelde, weet je hoe zij ermee omgingen? De mannen gingen allemaal achter een gordijn zitten. Hij is eigenlijk te gek voor woorden. Dan zeg maar, zijn zo één vrouw, en die vrouw is zo begaafd. Volgens mij heeft hij Jesse Penn Lewis ook wel eens gehoord. Hè? Dan heeft ze zo'n ding, dan zingt de mannen erachter. En die vrouw ging hier preken en die mannen allemaal daarachter. Want ze wou niet onder. Nou, dit is eigenlijk te gek voor woorden. Daar zit een verschil tussen wanneer jij zo'n vrouw een positie geeft. En wanneer jij gewoon haar gaven ontvangt. En je kan zelf besluiten, neem ik het aan of neem ik het niet aan. Dus wij hebben zo iemand, vooral een van de vrouwen van ons oudste, die kan ongelooflijk mooi preken. Iedere keer als zij dingen vertellen, moet iedereen een zakdoeken uithalen, want je moet gewoon beginnen te huilen, want ze haalt zulke mooie dingen uit de Bijbel. Weet je, en ik heb met haar afgesproken, ik zeg, kijk, we gaan jou niet een plek geven van eens in de 3 maand spreek jij. Maar ik wil wel zeggen, want ik wil horen, als God dingen op je hart legt, dat jij het mag verder geven aan ons. Dus ik wil dat je dan komt en dat je aan mij zegt, Eddie, ik heb iets wat ik geloof is en ik kan het met ons delen. Ik weet met je man, wat we dan soms ook doen, aan man van ons deel misschien iets. En dan zeg en nu ga zij even iets vertellen wat zij voor wat de hele paard heeft gegeven. En dan krijgt ze de volging en wij ontvangen het. En ik wil je zeggen, de mensen, die zijn razend enthousiast over. Maar ik weet, ze is onderworpen aan een man. Ik weet, het is geen rebelse houding. Ik weet, ze proberen niet in de positie te staan, maar dat is vrijheid om de gaven uit te oefenen. Maar hoe komt het, Eddie, dat toch vaak, want er zijn heel veel evangelische, charismatische gemeenten, maar dat juist dan via een vrouw die aanbiddingsleider is, of andere, dat juist er ook gewoon een stuk misleiding in de gemeente komt? Nou, ik denk bijvoorbeeld... Als je heel vaak ziet dat een bijvoorbeeld aanbiddingleidster in de gemeente gewoon een macht gaat creëren, een bolwerk. Maar dan ga je al reeds fout... Ja, dankjewel. Dan ga je al reeds fout met aanbidding om. Of met de leiding van de dienst. Want bij ons, wij hebben ongeveer 4 of 5 mensen die aanbidding kunnen leiden. En hun verantwoording is om dat het vloeit. Hè? Dat ze die liederen, wij zingen, het vloeit. Maar de leiding van de dienst heeft niet even... Dit heeft een van ons oudsten. Wij leiden dat, niet zij. Dus dan kan zij haar gaven uitoefenen, maar wij doen het een beetje anders. Wij gaan niet voorstaan met een woordliedje. Zij spelen het liederen en we zitten gewoon in de voorste rij. En dan als iemand voelt hij een bijbeltekst, dan kom je naar de persoon die het leidt en zegt, ik heb een tekst. En dan wacht je op een moment, dan geven we het tennis, oh, kijk, we willen even een plaats hebben, time out, waar wij die tekst gaan verder geven. Nou, en zij gaat niet woep, onmiddellijk stoppen, nee. Ze gaat de refrein afmaken of zo en dan... Zo, en dan wordt het verder gegeven. En dan kijken wij weer, besluiten wij weer, de oudsten. Of ik met de mede-oudsten, moeten we hierop reageren? Is dit een oproep tot gebed samen? Is dit een, of moeten we een moment stil worden? Of laten we dit gewoon meevloeien in wat God door de aanbidding zegt? Snap je? Dus zij leiden dat niet. Maar zij oefenen de gaven wel uit. Ik denk wat ik wel vaak hoor in gemeentes, is dat dan bijvoorbeeld aanbiddingsleider of leidster... dat er geen enkele communicatie mogelijk is met de voorganger, want wij hebben al 2 weken geleden het hele repertoire voorbereid, dus er kan niks meer in veranderd worden. Ja, maar die hebben een aparte machtspositie. En dat is... Ja, maar oké, maar dat ligt, die oudste dat dus aan haar gegeven. Precies, ja. Dat is al. Die hebben het gegeven, ja.
Ja. Ja, en dat had je nooit. En natuurlijk moet je terugnemen. Hoeveel komen jullie? Dat is de volgende vraag. Ik krijg alle liedjes op. Nee, wij weten helemaal niet wat voor liedjes komen. Helemaal niet. Maar wij weten duidelijk, ik lei het. Ik lei het en niet zij. Dus als wij zeggen van stop, dan is het voorbij, klaar. Dus dat weten zij. Voor jou geef je dus veel macht aan. Precies. Maar dat vind ik heel mooi, ik denk dat het is. En daar merk ik ook, gaan ze dan lokken dat doen of is het gewoon vrijwillig? Nee, dadelijk. Wij hebben momenteel, na iedere zondag na de twee diensten bespreken wij ook met hun de diensten hoe is het gegaan. Want wij willen daar aan groeien. Wij willen groeien. Hebben we beter daar moeten reageren? Waarom deden? Dus wij zeggen aan de persoon die de muziek dus leidt, je moet met ogen, moet steeds contact houden met de oudste die het leidt. Maar voor die oudste die het leidt is het belangrijk. Probeer om er niet te storen. Laat het vloeien. Maar jij bent verantwoordelijk. En ook soms komen mensen, met een woord is hetzelfde. En van mensen zijn zo bang als iemand iets brengt. Want soms komt iemand en die kan zeggen van, oh, ik heb gewoon een gevoel, we moeten allemaal bidden. Nee, dat is niet voor jou om te besluiten. Dat besluit de persoon die leidt. Dus wij gaan mensen dat leren. Dus als iemand zegt, ik heb een tekst, laten we allen heilige handen hoog heffen. Weet je wel? En misschien is dat iets wat je voelt van, jongens, ik heb een gevoel van dat God zegt, we moeten ons een moment naar hem uitstrekken. Maar dan moet die persoon niet zeggen, ik denk dat we allen nu moeten gaan staan. Want dan neemt hij de leiding van de dienst over. Dus dat moet je leren. En wat doe je met mensen die ik een woord van de Heer krijgen, waarvan je voelt dat het niet goed? Nou, daarom ze geven dat. Dan dat zijn een paar dingen waar we naar kijken. Kijk naar de woord. Hoe voel ik erbij? Dan zeg ik van, nou, ik heb niet het gevoel dat het voor nu is. En wij geven de mensen, wij leren de mensen, zeggen, jij brengt het naar de oudste, daar eindigt jouw verantwoording. Als de oudste het niet verder geeft, is het niet jouw probleem. Het is zijn probleem. Dus, maar dan ga je kijken, is dit een persoonlijke woord? Is het misschien voor die persoon zelf? Weet je, iemand kan zeggen, nou, ik heb gewoon een gevoel van, God, overtuig me van zonde. Misschien zo. Misschien voor de persoon zeggen, nou, het is mooi dat je het ervaart. Maar ik denk eens voor jezelf. Het is goed, geweldig. Maar je moet mensen bemoedigen hierin, want je moet ze niet. Wij willen leren de priesterschap van alle gelovigen. Weet je? En je moet ook mensen leren, je moet niet zeggen van, oh, ik ben vanmorgen in de badkamer uitgeglijden op de dinges en toen mijn hoofd hier tegenaan en ineens had ik een hemelse openbaring en zo. En het woord zegt, God zegt, ik hou van jullie allemaal. Dan zeggen mensen, kijk, zeg alleen, ik geloof, God zegt, hij houdt van jullie allemaal. That's it. Want je wil niet de aandacht naar jou trekken, we willen de aandacht op God houden. Maar dat moet mensen leren. En wij hebben soms, 1 of 2 keer in jaar hebben we oefenavonden. Want Paulus zegt, streef erna. Dat mensen dit kan leren. Hoe geef ik? Dus je moet ook uitkijken voor met getuigenissen. Je moet niet in het midden van de lofprijs een getuigenis geven. Want die getuigenis trekt vaak de aandacht naar de persoon. Snap je? Dus dit is een van de moeilijkste dingen die er is. Ja. Om een dienst te leiden. Want de geest waait waarheen? Hij wil. Van waar hij komt weet niemand. En waar hij naartoe gaat weet ook niemand. Maar dan leg ik dat soms aan de mensen uit. Maar weet je het? Als jij niet weet, als oudste, wat er moet gebeuren. Lijkt tenminste of jij weet. Ja, want wat weet je? Je hoeft niet te weten, maar je weet er is één die weet. En dat moet genoeg zijn. Oké, goed. Dus ik wil gewoon zeggen weer, daar is het oudste, je hebt die verantwoordelijkheid. Maar leer, voor mij is het een vreemde vraag om te zeggen, de vrouwen zijn in de achtergrond. Dat is mij echt een vreemde vraag hoor. Ik denk, dan functioneert je gemeente maar op halve kracht. En misschien wel maar op kwaadkracht, want als ik naar de mannen kijk. Ik heb er een keer een lezing over gehoord, dat God schaapt vrouw en man tegenover elkaar. En die stelde het zo voor dat als je als man en vrouw tegenover elkaar staat, de vrouw die kijkt achter wat er gebeurt, en de man die kijkt achter de vrouw wat er gebeurt. Dus ze kunnen elkaar heel goed in de gaten houden, van hey, jij valt die kant en je gaat de verkeerde kant uit. Dus die vrouw die waarschuwt die man. Alleen ik vind het niet zo leuk als mijn vrouw altijd aan mij zegt wat... Oké, maar goed, laten we ons tijdloper even door.
Een kerkgemeente starten zonder accountability, is dat mogelijk? Vraagt iemand. Ik denk het is mogelijk, maar ik denk niet dat het wijs is. Ja? Oké? Ja, hoe heb je dat bij jullie eerste gemeente gedaan? In Noord-Holland? Nou, wij hadden gelijk contact met dat team van mensen die ik heb leren kennen vanuit Zuid-Afrika. En wij hebben gelijk aan hun gezegd, wij willen ons ook onderwerpen aan hun gezag. Dat hebben we onmiddellijk gedaan. Dus dat wij hebben onmiddellijk mensen gezocht van buitenaf. Zeg, ik wil dat ze inspreken in mijn leven, want ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een gemeente geleid. Dus weet je, ik was als de dood voor mijn eigen fouten. Ja? Dus ik zeg het is mogelijk, maar ik denk niet dat het wijs is. Dan, veel kerkgemeentes maar weinig bijbelkennis. Is er een gevaar in deze tijd gedreven christenen zonder gedegen bijbelkennis te bemoedigen om kerk te planten? Ik denk als je naar de Bijbel kijkt, wie werd er bemoedigd om kerken te gaan planten? Eerst, het was een werk van God zelf, toen gingen ze allemaal uit. Maar als je in Antiochië en Handelingen 13 ziet, wie waren die gingen? Paulus en Barnabas. Wie waren zij op dat moment? De leiders van die gemeente. Volg mij zoals ik Christus volg. Dus als wij gemeente willen, moet ik de eerste zijn die bereid bent te gaan. Wij sturen graag, oh die wordt lastig, die jongen, laat die maar gaan. Jij kan alleen mensen leiden door je voorbeeld. Als ik niet bereid ben om te gaan, hoe kan ik verwachten dat andere mensen gaan? We gaan morgen zal we even kijken in Handelingen op verschillende manieren hoe God gemeentes liet stichten door de gemeente, maar door je voorbeeld. Dus nee, ik zal niet jongens onervaren bemoedigen om dit te doen. Het is gevaarlijk werk. Ik zal een paar van die oude kerels bij mij die meneer dat zal zoveel weten. Nee, ik word moe. Oké. Zou het... Wanneer is een individu gereed om bij een team te horen die een kerkgemeente gaat planten? Ik denk, als je iemand meeneemt, een team, dan zeg je het al. Dit moet iemand wezen die echt een teamspeler is. Die zich onderwerpen aan het doel van het geheel. Die niet zijn eigen agenda heeft. Die ook onderworpen is dus aan correctie en aan gezag. En dat moet je absoluut hebben. En dan niet alleen de gezag van misschien de kapitein van, of de jongen die daarin de voortrekker is. Maar ook aan jouw overkoepelende, de gemeente waaruit je komt, de oudste team of een apostolisch team waar je mee samenwerkt. Ook daarin dat klaar en duidelijk is. En dat men daarin duidelijk is, wij gaan het samen doen. Ik denk dat heel belangrijk is. En dat ze volledige harten ervoor hebben natuurlijk. Zou het niet beter zijn om bijbelscholen te planten over het gehele land in plaats van kerkgemeenten? Ik denk het zou beter zijn om kerkgemeenten met bijbelscholen erin te planten. Ja? Oké. Hoort een kerkgemeente identiteit te hebben om het te beschermen, een denominatie? Of behoort men dit volledig los te laten met het gevaar dat men onderwerpen ontwijkt, verzwijgt en dat groepsvorming ontstaat? Nou, deze persoon en deze vraag gaat ervan uit dat dus denominaties zijn jou beschermd. Dat kan wel eens, ik kan er wel eens een ander woord voor vinden. Dat het iets is wat jou ten zeerste kan verhinderen. Vooral om een gewone organisme te zijn. Hè, wat als jij binnen denominatie zit en je zegt in ons denominatie wordt op zondag, iedere zondagavondmaal gevierd in de kerk. En hij zegt, dat is een reuze probleem in Limburg. En wij zeggen, nee, maar je bent nu in deze denominatie en dan moet je het zo doen. Dat is een probleem. En het klinkt vandaag misschien dat ik heel veel makkelijke oplossingen heb. Maar heel vaak verhinderen onze verkeerde modellen ons om de oplossing eenvoudig te doen. Begrijp je wat ik zeg? Vaak hebben wij denominaties en structuren die het dan moeilijk maken om te doen wat wij weten wat eigenlijk de juiste weg is.
omdat iemand honderden jaren geleden gevind heeft, maar zo en zo moet je het doen. Dus zoals die vrouw, die man, dat heb ik wel vaker verteld. Zijn vrouw, als zij een varkensbout gaat braden, dan snijdt ze aan allebei kanten een stuk af. Vroeg aan zijn vrouw, waarom doe je dat? Toen zegt ze, nou, mijn moeder deed het. Nou, dan ga ik moeder vragen. Moeder, waarom doe je dat? Zegt, ja, oma deed het. Dan ga ik oma vragen. Oma, als je een varkensbout gaat braden, waarom snij je aan allebei kanten een stuk af? Ze zegt, ach, mijn kind, mijn pan was in die tijd te klein. Het had toen een reden. Flexibele wijnzak. Ja, nu misschien niet meer. Oké. Dus ik denk inderdaad, autonome gemeente is juist de heerlijkheid ervan dat jij verschillen kan hebben. Wij hebben nu komt een grote open deur naar Indië. Een massieve deur. Iemand die daar God gebruikt heeft, hij heeft 46 predikers onder hem. Ze hebben al meer dan 100 gemeenten gesticht in de tweede armste provincie in Indië, in Odisha. Waar 2008 grote vervolging was en begin van vorig jaar ook weer. Maar een machtige werk. En hij heeft mij gesmeekt. Alsjeblieft, Eddie. En vorig jaar was ik een van mijn oudsten naartoe. Help ons mij om deze predikers op te leiden. Maar de gemeentes die zij daar hebben, zijn helemaal anders dan de Europese gemeenten. De mensen zijn totaal anders. Totaal. Ja, dus een hele gemeente is gebaseerd op gebed. Ze beginnen met een gebedskring. Want daar bidt iedereen tot de goden de hele tijd. Snap je? Dus het is helemaal anders. Ja, alle vrouwen hebben daar hun kleding aan en hun hoofddoek op een manier met die traditionele. Heeft iedereen, of je gelovig bent of niet, bepaalde kleding. Ja? Oké. Goed. Daarom is dat autonome is iets geweldigs, vind ik. En ik vind dat niet een gevaar. Natuurlijk, betekent dat iedere plaats de oudsten moeten wacht houden en toetsen op iedere plaats. Oké. En dan nog, kerkplanters krijgen dikwijls te maken met doorgewinterde kerkhoppers. Hoe ga je hiermee om? Dus ook weer dat tijling. Ik denk, ik kom terug bij een antwoord die ik al vroeger gaf. Wij moeten zeker maken dat God mensen toevoegt. Hè, en niet zo gauw als mensen komen denken, oh, blij dat ze zijn. Nee, leuk dat ze zijn, maar wacht jij tot God hen heeft toegevoegd. Dus visiestudies en dan beginnen opleiden, fundamentencursussen, hè, dat we het kruis verkondigen en dat je weet, want alles in Gods werk hangt af, dat zal we morgen ook nog weer zien, hangt af van de kwaliteit van de discipel die wij maken. Amen. Graag gedaan. Ja. Vader, dank u dat wij vragen kon over dingen, over nadenken. En Heer, dit zijn mooie dingen. En ik dank u ook dat u ons wil doen groeien in de kennis van u. Heer, hier zijn we. Zoals we zijn, wil we zeggen, allen die hier waren vandaag, we geven het terug in die hand, alles wat we hebben besproken. En we zeggen gewoon, Heer, wat van u is, laat dat blijven staan. Wat niet van u is, wat wij nog niet goed zien, haal dat weg, Heer. En leer ons uw weg te gaan. Ik wil zo iedereen zegenen in de machtige naam van Jezus. Amen.